Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, heeft gisteren een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Southern Commercial Bank en de Surinaamse postsparbank SPSB. De drie bedrijven hebben onlangs het Unified Payment Platform Suriname, UPPS, opgericht om de gemeenschap gemakkelijker betalingen te laten verrichten in binnen- en buitenland. Zowel Guinmaro Cromosuto, directeur van de SPSB, als Larry Chong, eigenaar van de Southern Bank, stelt dat dit systeem bestemd is voor elke Surinamer. De directeur van Telesur, Mike Antonius, benadrukt dat dit betalingssysteem geheel past binnen de e-Suriname-visie van het telecommunicatiebedrijf. Voor de Surinamer betekent het concreet dat de Surinamer online bijvoorbeeld artikelen die ze leuk vinden, niet alleen kunnen bestellen, maar ook voor kunnen betalen. En op den duur zullen er ook wel mogelijkheden zijn dat ze thuis worden bezorgd. Gemak dient de mens. Wat is de rol van Telesur in deze? De rol van Telesur is sowieso connectivity. Wij zijn met het Telesur Nationaal Breedband Project bezig om steeds meer capaciteit te leveren naar onze klanten. En wij hebben vaker binnen het kader van onze e-Suriname visie gesproken over de mogelijkheden, zoals e-services en e-payment is één daarvan. En omdat het een motor is in het geheel, zorgen wij ervoor dat we ook bijdragen binnen die NV. Cromosuto benadrukt dat UPPS geen concurrentie is voor het bankwezen in Suriname. Volgens hem zal dit systeem juist ondersteunend werken voor alle banken. Waar men met cash betaalde, waar men met cash betaalt, kan men nu digitaal betalen. Je moet ook geld hebben op je rekening. Het is eigenlijk de kaart die je hebt, die we nu in de telefoon hebben gezet. Dus het is, eerst betaalde je met geld. Iedereen accepteert nu de pinpassen. Het is die pinpas die we nu zetten op het, op de kaart, zetten op die telefoon. Dus als je betaling doet, gaat het ook weg van je kaart. Het is, systeem is voor een ieder die een smartphone beschikbaar is. En trouwens, een smartphone niet eens een high-end smartphone. Is eigenlijk een Blue van 150 of 200 SSD. Als ik me niet vergis, kan je al gebruiken. Het systeem gewoon een smartphone met een camera. Dan is dat gerealiseerd. Is het te vergelijken met internetbanking? Dat is, internetbanking is anders. Internetbanking is anders. Dit is een payment systeem. Dus onze wallet gaat uitgebreid worden dat eigenlijk alles bij elkaar. Internetbanking en je wallet. Eigenlijk in de toekomst willen we naar een virtual banking gaan. In de zin van, ik hoef geen branch filialen op te zetten. Alles gebeurt met je smartphone. Tot zover Larry Chong, eigenaar van de Southern Commercial Bank. En daarvoor Guinmaro Cromosuto, directeur van de SPSB. Het tweetal is net als Telesur-directeur Mike Antonius zeer lovend over het Unified Payment Platform Suriname, UPPS, dat zij samen hebben opgericht. De oprichtingsovereenkomst is gisteren ondertekend in Spice Quest.